Wel mee. Die molenbrink is helemaal niet geschikt om zijn cursus te geven. Verschrikt, die vent is geschift. Ja, maar vinden je collega's dat dan ook? Collega's? Jan is een doetje. Die pikt alles maar halve zool. Ja, maar Riet is geen doetje. Rietje is een streepje, die komt wel door die cursus heen. Het is eigenlijk een heel zielig figuur, die Rietje, hè? Altijd maar ploeteren. Ik krijg een lachje vanaf. Hé, hey, zullen we hier? Dat is niks. Die hamburgers hier, dat is net gebakken schoudervulling. Martie. Het is al het derde restaurantje waar we langskomen. Ik heb honger. En ik hoef geen hamburger. Oké, kom op. Het is leuk hier, Mart. Hey, op 1 jaar verkering. En je hebt een kering. Doe je ogen eens dicht. Nou, kom op, doe je ogen dicht. Dicht, die ogen. Kom eens. Oh, je bent een schat. Vriendschapsringen. Wat neem jij? Oh, dat maakt niet zoveel uit. Het is toch koud als je het krijgt. Ze werken niet bepaald met een racefiets. Wat die toen nou? Het is echt zo. Het duurt een uur voordat je hier iets krijgt. Dat geeft toch niks? We hebben toch geen haast? Oké. Maar je moet wel opletten. Zie je dat ventje daar? Daar zo. Ik gaf me vorige keer een bruine bonensoep in plaats van een Hollandse staart. Ze zijn niet allemaal even snuggen hier. Je hebt over iedereen een oordeel klaar, hè? Ben je dan alweer? Het ligt aan jou. Ik ben je geweten. En ik kom alleen als er iets bij jou niet deugt. Oh. Wat deugt er dan niet? Je veroordeelt alles wat los en vast zit. Dat moet jij nou dus zeggen. Jij veroordeelt mij nou toch ook? Fout. Wat nou fout? Je geweten is er niet om je te veroordelen. Ik ben er om je te redden. Oh. Is er gevaar dan? Ja. En behoorlijk ook. En wat is dat gevaar dan wel? Jijzelf. Je bent een gevaar voor jezelf. Ik? Ja. Ik ben een gevaar voor mezelf. Je verziekt je karakter. Wat? Je bederft jezelf. Dat veroordelen maakt een ziek mens van je. Ach, kom op zeg. Zo vaak loop ik toch niet te veroordelen? Hij ziet het al niet eens meer. Het vergif doet zijn werk al. Vergif? Ja, veroordelen is vergif. Drinkt langzaam door. In je gevoel. In je verstand. Echt waar? Je vergiftigt jezelf. Je hele karakter gaat naar de haaien. Kom. Ik zal je iets laten zien. Nee, ik zit alleen. Ze zijn allemaal lunchen. Hey Nel. Jij bent mijn beste vriendin. Ik wil een eerlijk antwoord. Als jij met Marty praat, hè, heeft hij dan wel eens over mij? Ja, licht praat ik over jou. Moet ze daar voor iedereen opbellen? Hé, hey, Tanja! Ze kan je niet horen, Marty. Nee, dat snap ik wel, maar ik bedoel, zegt hij ook wel eens iets over mijn karakter of zo? Ik heb alleen maar gezegd dat je een beetje simpel bent. Nou, dat is ze. Daar hoef ik toch niet om te liegen?
Nee, Nel, ik wil echt dat je eerlijk bent. Heeft Marty iets lelijks over mij gezegd of niet? Wat? Wat? Simpel. Nee, ik weet genoeg. Dankjewel. Zo. Mooie meneer Marty Develing. Dat was het dan. Over en uit. Zo, hé. Je hebt me wel laten schrikken geweten. Oh ja? Ja, dat was raak, man. Zeker weten. Weet je wat ik doe? Ik kap met dat vooroordelen. Oh ja. Zeker weten. Dat gaat niet zomaar, jongen. Je bent al aardig bedorven. Dat gif moet eruit. Het kost tijd. Maar het wordt een lange, moeizame weg. Is het nou nog niet goed? Beste Marty, ik heb genoeg van het oordelen van jou. En daarom heb ik gisteren je ring weggegooid. Toch wil ik het nog wel met je proberen, maar alleen als je direct stopt met veroordelen. Oké? Tanja.